Yes, kijk, dat zijn gezellige geluiden. Welkom bij het laatste Social Hour powered by RouseCC van dit jaar in ieder geval. We hebben het de hele week al gehad over succesverhalen, fuck-ups, trends en treuzelaars op het gebied van social media. En dat deden we met hele interessante gasten. Maar geen zorgen, vandaag hebben we ook twee hele interessante gasten. Hele leuke, gezellige gasten ook vooral, als ik het zo mag zeggen. We gaan het hebben over augmented reality, oftewel AR. En dat bestaat al een tijdje. En mocht je niet weten wat het is, nou, denk dan even terug aan Pokémon Go of de dierenplaatjes of de dinoplaatjes van Albert Heijn, dan heb je misschien een beetje een idee van wat het is. En tegenwoordig natuurlijk gewoon van het gemiddelde facefilter wat je op Snapchat of Instagram of wat voor platform dan ook ziet. Maar ja, we vragen ons natuurlijk wel af, wat is nou de toegevoegde waarde van augmented reality op social media? Wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven? En daarom heb ik dus mijn twee gasten aan tafel. Vandaag praat ik met Jan Verwoerd van de 360-fabriek en Bas Gezelle van PlayR Studio. Zeg ik het zo goed trouwens? Ja. Welkom. Ja, zij weten in hun eentje eigenlijk al heel veel van AR, dus het is een soort van een dubbele bonus vandaag. En ze hebben allebei geweldige voorbeelden meegenomen om die echt wel tot de verbeelding spreken. En die gaan straks dus antwoord geven op de vraag wat dus die toegevoegde waarde is. Maar goed, ik wil zelf ook een duit in het zakje doen. En dit is het Social Hour Powered bij RouseCC. Ik heb heel de week RouseCC nog niet echt geplucht. Dus dat ga ik nu doen. Wel AR gerelateerd natuurlijk. Met een heel vet, zoals wij het dan intern noemen, het eindbaasfilter. Maar goed, kijk maar even naar het volgende filmpje. Dan krijg je een beetje een beeld. Ja, dat geeft in ieder geval onze eindbaas het idee dat we allemaal op hem willen lijken. En zo erg is het gelukkig niet in het echt. Bas, in de voorbereiding liet jij mij weten dat de AR eigenlijk in elke fase van de customer journey wel meegenomen kan worden. En jij had het in drie categorieën ingedeeld. Ik speak even hoor. Fun and share, engage and play en shop and discover. En volgens mij dit voorbeeld zit wel een beetje in die fun and share, toch? Ja, klopt. Ja, je kan AR denk, ja, dat zijn eigenlijk de drie hoofddingen waar je voor kan gebruiken. Dus ik denk, ja, mensen op social media willen gewoon dingen creëren, die willen dingen delen. Dus ja, gewoon een stukje entertainment, gewoon iets toevoegen aan een persoon of iets toevoegen aan de wereld achter hem. Of hem zelf transporteren in een compleet andere wereld. Ja, dat is een beetje dat fun gedeelte. Dat is gewoon te gek natuurlijk om te delen met je vrienden en ook gewoon om daarmee te experimenteren. Ja. Want je kan enerzijds passief een video kijken, maar je kan ook gewoon onderdeel van die video worden. Of onderdeel van die trailer van je favoriete film of het karakter uit die serie die je kijkt. Of iets uitproberen of iets dergelijks. Dus dat is een beetje het fun en entertainment stuk. Ja, en eigenlijk heb je dan, omdat de camera dus je lichaam trekt, dus het trekt je gezicht, het trekt je hoofd, het kan je voeten trekken, je handen, kan je daar ook alle andere dingen mee doen. Dus je kan ook dingen besturen. Dus er zit ook een heel groot game element aan. Dus gewoon game spelen als interactieve oplossingen. Dus een game spelen met je hoofd of een bal hoog houden met je voet virtueel. Dus ja, vooral die interactie, dat is echt heel veel waarde. Ja. In plaats van passief ga je gewoon actief, ben je gewoon bezig met de content. Ja, precies. Dat is eigenlijk het hele idee van AR, als ik het goed begrijp. Dat je zelf deelneemt aan wat voor wereld dan ook. Ja, zelf of de wereld om je heen wordt onderdeel van de experience. En dat heeft gewoon heel veel waarde, denk ik. Ja, nou, we hebben er zo genoeg voorbeelden bij. Maar voordat we daarheen gaan, ik wil je ook wel even de kans geven om je normaal voor te stellen. Ja. Want dit is eigenlijk wat jij in het dagelijks leven ook doet, toch? AR, en wat erbij komt kijken. Maar vertel het wel in je eigen woorden. Ja, wij zijn PlayR, we zijn een AR-studio. Dus wij ontwikkelen AR-experience voor bureaus en voor merken. En dat doen we eigenlijk voor alle platformen, alle social platformen. Dus voor Snapchat, Instagram, Facebook en voor web-AR doen we het ook. Dat is dan geen social AR, maar dat is eigenlijk gewoon een soort mobiele website. Waarbij mensen met één druk op de knop ook gewoon via de website wordt hun camera geactiveerd en kunnen ze die experience openen. Maar de focus ligt wel op social AR. Okay. Want ja, daar zit gewoon, nou, daar gaan we het natuurlijk nog over hebben, over die waarden. Maar ik denk, het zit zo vervlochten in het gedrag van de mensen op die platformen. Dus mensen, die camera is gewoon een onderdeel van hun gedrag op social media. Dus mensen willen creëren, mensen willen delen. En daar past AR gewoon heel goed bij. Ja. En dat doen we nu zo'n 2 jaar doen we dat nu. Zij zitten in België en Nederland en voor een heel divers palet aan merken. Dus van de Universiteit Antwerpen tot Coca-Cola tot Disney tot Oreo. Echt heel divers. Kijk, dat klinkt goed. Maar ik denk dat het nog beter is als we er even naar gaan kijken. Jullie hebben allebei heel veel voorbeelden meegenomen. Ik hoop dat ik die van jou goed gecategoriseerd heb. Volgens mij valt de eerste ook in Fun & Share. Laten we daar nu in ieder geval even naar gaan kijken.
Ik hoop wel dat die laatste in opdracht was. Of, ja, 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 zeker. Door normaal toch groot is niet mijn sportieve voorkeur. Nee, precies. Nee, die laatste was voor ING. En die hadden we eigenlijk gemaakt voor als België de finale zou halen afgelopen zomer. Dat hebben ze helaas niet gedaan. Maar gisteren speelden ze een wedstrijd, de Nations Cup tegen Frankrijk. Of de Nations League, I'm voor mij. En die hebben ze helaas verloren. Maar daar was dan de herkansing van deze lens en filter was dan voor die wedstrijd. Dus hij was voor zowel Snapchat als Instagram. En konden mensen met de mascotte van het Belgische elftal Red konden ze gaan juichen. Ja. En het vet is dus, wat ik al zei, die tracking, die camera's zijn natuurlijk steeds slimmer die we gebruiken op social. En die tracking werd gewoon heel goed. Dus dat karakter zit gewoon achter je. En als je je hoofd beweegt, beweegt het karakter mee. En als je je mond opent, dan gaat hij mee juichen. Ja. Ja, zo kan je een beetje je team supporten. Volgens mij is dat wel een beetje de verandering van de afgelopen jaren. Hè? Waar je eerst iets op je gezicht, bij wijze van spreken, kon plakken, kun je nu over je hele lichaam ook doen, toch? Ja, ja. Ja, de camera trekt, kan in principe alles trekken. En dat is wel per platform verschillend. Er zitten wel echt wel verschillen tussen Facebook en Instagram en Snapchat bijvoorbeeld. Maar Snapchat kan inderdaad je gezicht trekken. Het kan je handen trekken. Dus je kan bijvoorbeeld, 5 poppetjes op elke vinger doen en daar iets mee doen. Het kan je lichaam trekken en dan kan je gewoon met je bewegingen wat doen. Ja. Dus de mogelijkheden zijn echt creatief, zijn echt eindeloos. Je kan zoveel doen. En nou viel deze natuurlijk in de categorie fun and share. Moet het dan ook leuk zijn zodat mensen het gaan delen? Is dat het hem of is het niet zo simpel? Nou, het hoeft niet alleen maar leuk te zijn. Ik denk wel, kijk, entertainment, ja, dat is, mensen willen gewoon vermaakt worden en vinden het gewoon tof als een experience gewoon leuk is. Maar het kan ook super artistiek zijn of juist heel mooi dat mensen deden natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk ook heel bekend op AR, dat je gewoon meer beauty filters en dingen hebt. Waarbij je zelf of de omgeving mooier werd. Maar het kan ook gewoon iets heel... Wat ik zei met die bodytracking heb je ook heel veel lenzen. Waarbij je gewoon echt kunst kan beïnvloeden of zo. Of je wordt zelf gewoon... je hebt allemaal een soort glow over je heen als je gaat dansen. Waarbij je een hele toffe TikTok-challenge kan doen met een soort extra effect. Ja. En dat is denk ik ook het tof van AR. Gewoon die visual effects die normaal altijd in video-editing zit. Die kan je nu gewoon zelf toevoegen en super toffe content maken. Ja, precies. Nou kan ik me voorstellen dat er bedrijven zijn die zoiets hebben van... Ja, het is allemaal leuk en aardig, allemaal heel grappig. Maar ik moet uiteindelijk ook producten verkopen. Daar wil ik het graag even met jullie allebei over hebben trouwens, maar ook daarvan heb ik weer een voorbeeld. Daar gaan we nu even naar kijken. Ja, het werd ineens heel, heel stil na eerst jouw letterlijke hoofdrol in het eerste filmpje. Is AR nu al zover dat de kwaliteit van het aanpassen misschien wel beter is dan een foto van het product? Dus dat je nog liever echt via AR dan een horloge omdoet dan dat je een foto van het product ziet? Nou ja, ik denk dat de echtheid... Ja, dat komt heel dicht in de buurt. Daar kan denk Jan sowieso meer over vertellen, denk ik. Maar ik denk dat de waarde zit hem ook vooral in het gemak. Dus Het ziet er super realistisch uit en je kan inderdaad gewoon de kleuren switchen. Je kan het model bekijken, op verschillende modellen bekijken. Terwijl in een winkel heb je misschien één zo'n model. Met misschien 2 bandjes. Terwijl in een AR-lens of filter zou je in principe alle varianten kunnen bekijken. En het gemak van thuis. Dus voor mij heeft Snapchat ook een onderzoek gedaan waarbij ze zeiden dat mensen nu na corona weer naar de fysieke winkel gaan. Maar ze verwachten in die fysieke winkel wel het gemak van online shoppen. Dus bijvoorbeeld met slimme spiegels, met AR, om gewoon... Ja, niet alles te hoeven passen, maar gewoon heel even snel kunnen zien... Oké, past deze kleur mij? Of wil ik deze jeans in een andere kleur hebben? Zonder dat je elke keer het pashokje in hoeft. Ja, en daar zit denk ik gewoon onwijs veel voordeel in. Ja, tof. Ja, Janne, jij hebt ook een paar voorbeelden meegenomen. Voordat we naar die voorbeelden gaan... Ik wil jou natuurlijk ook even de gelegenheid geven om te vertellen... wat jij in het dagelijks leven doet. Want de 360-fabriek, dat klinkt als iets waar heel veel onder kan vallen. Vertel. Ja. Dat is eigenlijk ontstaan vanuit virtuele tours. Daar zijn wij mee begonnen een jaar of 6 geleden. Dat is eigenlijk uitgegroeid tot een specialisatie in het digitaliseren van objecten en omgevingen. Dus wij werken veel voor de studio's zoals Bas. Waarbij wij dus het gedeelte op ons nemen om dus de producten die je gaat zien te digitaliseren. En dat doen we meestal op basis van foto's. Dus dan krijg je hele mooie, echt lijkende 3D-modellen. Daarachter bieden we een heel scala aan services... Een stuk minder social AR als Bas doet. Wij werken meer met andere overkoepelende platforms. Dus je kan het maken op social, maar je kan het ook maken in andere bibliotheken. Ik hoorde net al web AR. Is dat iets waar je veel mee doet? Kun je uitleggen wat dat nou eigenlijk precies is? Ja, nou ja,
augmented reality is augmented reality. Dus je plaatst een virtueel object op jezelf of in je omgeving met een hulpstuk, zoals een telefoon of een bril. Maar bijvoorbeeld social media ondersteunt geen augmented reality brillen, of in ieder geval niet zoals een HoloLens dat kan of van Microsoft. En wij ontwikkelen dan juist applicaties voor dat soort doeleinden. Ja. Of bijvoorbeeld voor webshops, waarbij je meubels wilt uitproberen in je eigen omgeving. Nou, is er al veel vraag naar vanuit bedrijven, of is het nog te nieuw? Het is toch wel de afgelopen twee jaar toch wel. En zeker afgelopen jaar is het gigantisch hard gegaan. Ja, wij kunnen het bijna niet bijbenen in ieder geval. Nee. Nee. Dat is op zich positief nieuws natuurlijk. Ja, en zeker. Fijn dat het ook breder omarmd wordt. Ja, ja. We zagen net eigenlijk al een vorm van try-on met het horloge. Jij hebt ook een paar voorbeelden daarvan meegenomen. Die spreken zeker ook wel tot de verbeelding. Gaan we nu even naar kijken. Dat zit bijvoorbeeld dus ook in Snapchat. Dus eigenlijk zonder veel kennis van code kun je gaan spelen met die lens en dat soort dingen gaan toepassen op jezelf. Ja. Dit is bijvoorbeeld gemaakt in Vuforia. Dat is dus ook een soort van platform waar je dat kunt ontwikkelen. Maar dan voor eigen apps. En hier zit dan bijvoorbeeld object tracking in, waardoor je dus de mogelijkheid krijgt om hele verschillende opstellingen. Je ziet hier een andere achterkar geplaatst worden achter een fysiek object. Hoe ingewikkeld is dat? Als ik er naar kijk, denk ik, je kan toch niet zomaar de kleur van een vrachtwagen veranderen? Ja. En laat staan een andere oplegger erbij doen. Ja, als je weet hoe, valt dat wel mee. Het lijkt veel abracadabra en ik ga echt niet zeggen dat het gemakkelijk is. Nee. Maar als je je weg goed weet te vinden, dan kan eigenlijk iedereen dat maken. Ja. Want is dit voorbeeld van die vrachtwagen dan, is dat vrij uniek? Of zijn er nog veel meer van dat soort voorbeelden? Oh, er zijn er een hele hoop. Ja, er zijn er echt een hele hoop. Want het heeft heel veel voordelen. Kijk, je kunt je voorstellen, stel je voor, je staat op een beurs en je hebt 10 kleuren van een product. Je hoeft er nog maar één mee te nemen. Ja. En je krijgt toch hetzelfde effect. Mensen kunnen voelen en ruiken aan één product. En het virtueel in de verschillende opties bekijken zoals zij dat zelf het graagst, het liefst willen zien. Ja. En op die manier verleid je ze dus ook meer om tot die aankoop over te gaan. Ja. Hoe is die kwaliteit van die try-ons? Ik weet even niet wie van jullie ik hierbij moet aankijken, of dat meer technisch is of dat je het meer vanuit het praktisch ziet. Maar het ligt er een beetje aan wat voor object. Ja, die dus, schoenen bijvoorbeeld. Ik weet een paar jaar terug, toen ik dat voor het eerst zag, ik dacht leuk, ik ga het proberen. En met veel omwegen kwam ik er dan. Maar dan stond de schoen ineens ergens anders en mijn voet ook weer ergens anders. Ja, ik denk dat die machine learning, dus wat ze ervoor gebruiken, die artificial intelligence, zeg maar, die gewoon elke keer al die voeten herkent en dat weer opslaat en daar weer van leert en steeds slimmer wordt. Ik denk dat die heel erg gegroeid is, zeg maar, de afgelopen jaren. En kijk, ik denk dat je het niet moet gebruiken om je maat te gaan ontdekken, zeg maar, welke maat past mij. Nog niet? Nee, dat zal in de toekomst kan dat zeker. Ja. Maar ik denk vooral, staat die schoen mij? Of staat er bij deze outfit? Of welk van de kleuren vind ik het vetste? Ja. Dat werkt echt supergoed. Ja, jij zegt nog niet. Wat verwacht je? Kan dat binnenkort al? Of nou ja, kijk, hoe verder toekomst? Ja, kijk, hoe dit bijvoorbeeld ontstaat, die food tracking algoritme, dat is van Wanna Fashion. Dat is een start-up gespecialiseerd in dus machine learning. Toen zij daarmee uitkwamen, toen was het nog best wel glitchy hier en daar. Maar toen Snapchat dat dus in hun app zette, kregen ze in één keer zoveel meer data om dat algoritme mee te trainen. Mm. Nou, het duurde een paar weken, een paar maanden voordat je echt verschil zag. En ze doen het nu dus ook met horloges. Nou, je zag net dat dat draaien was het misschien nog net niet helemaal. Maar je kunt er vergif op innemen dat binnen de kortste keer is verbeterd. En een Snap die zet enorm in op fashion. Ja. Die hebben die body tracking waar Bas het net over had. Nou, je kan dus ook t-shirts over je heen projecteren. Nou, dat ziet er nu nog niet uit, laten we eerlijk zijn. Maar voor NFT-toepassingen is dat best wel leuk. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook een Fit Analytics start-up gekocht, waarbij je dus met een paar maten en machine learning erachter kunt komen wat jouw exacte maten zijn. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen waar dat naartoe gaat. Nee, precies. Ja. Hey, en ik hoor al een paar keer Snapchat. Ik hoor de andere platformen iets minder vaak. Lopen zij dan ook echt het meest voor als het om de techniek gaat? Ja, ik denk dat Vuforia het verst is.
Wat is Vuforia? Vuforia is eigenlijk net zoals Snapchat heeft Lens Studio. Instagram heeft Spark AR. En dan heb je Vuforia, je hebt Wikitude, je hebt Eighthwall, Zappar. Dat zijn allemaal platforms met features, met stukjes code die bepaalde dingen kunnen die je dan zelf niet helemaal hoeft te schrijven, maar die je kunt aanroepen in jouw ervaring. Ik denk dat Vuforia en Eighthwall wel het verste zijn, maar Snapchat die heeft denk ik het meeste bereik. Ja, by far. Denk ik. En ik denk ook wel dat het andere facetten van AR denk dat ze pakken. Dus voor mij heeft Snapchat veel meer trackingmogelijkheden. Op zowel de face als de bodycam en de worldcam. Ja, maar Spark AR is ook zeker, daar kan ook echt heel veel in. Kijk, komt dat in de buurt van een Lens Studio van Snapchat? Nou, het ligt echt aan wat je wilt doen. Ik denk dat Snapchat nog wel gewoon echt, die is wel echt heer en meester op dat gebied nog. Maar Spark AR is wel echt een goede tweede. Dus het ligt een beetje aan wat je wil. Ik denk als je gewoon, ik heb body tracking heeft bijvoorbeeld Spark AR niet. Maar heel veel dingen weer wel. Dus het ligt ook een beetje aan waar je doelgroep zit, waar je zelf als merk actief bent, om je keuze voor het platform te bepalen natuurlijk. Ja. Dat zijn een paar dingen. Helder. Ik wil nog een laatste voorbeeld van jou laten zien. Ja. Misschien kan die al afgespeeld worden en kan jij even vertellen wat we dan eigenlijk zien hier. Ja. Ja, dit is voor de universiteit in Antwerpen. Die hadden door COVID een open dag. Het was virtueel en dat wilden ze promoten. Dus ze hadden een billboardcampagne gedaan in de stad. En op 6 plekken had je zeg maar de tour of the future. Dus je kon een tour door de stad doen en dan kwam zeg maar de toekomst tot leven. Want als student van de universiteit, ja, dan breng je natuurlijk ook de toekomst tot leven als het goed is ooit. Dus dat hebben we letterlijk gedaan samen met Woendeman, een bureau. En dit is Spark AR, dus dit is Instagram. Okay, ja. En je scant dus de ABRI. En hij bedoelt dat hij Spark AR net als Snapchat gewoon image tracking. Dus hij weet waar de ABRI staat. Dus hij kiest die ABRI als positie. En weet, oké, als daar die ABRI is, dan moet die dino zo aankomen vliegen en daarop landen. Ja, dit is gewoon eigenlijk een beetje een stukje magie is dit. Ik bedoel, ik vind, dit is waarom ik mij zo liefde heb voor AR. Dat zeg maar die fysieke en virtuele wereld helemaal in elkaar versmelten. Ja, dat is echt te gek. Ja. En ja, en deze campagne heeft dan voor die open dag gelopen. En ze hebben nu dus dit jaar 11% meer aanmeldingen voor eerstejaars aanmeldingen. Ik weet niet of het helemaal hierdoor komt, maar het heeft zeker wel een klein beetje bijgedragen. Ja, dat wilde ik dus vragen. Want het is inderdaad heel erg tof. Het ziet er gelikt uit. Het is heel uniek, maar wordt het wel echt gebruikt? Ja, zeker. En ik denk, kijk, het waardevolle is gewoon, met video kan je natuurlijk ook gigantisch bereik halen. Maar het feit als iemand gewoon, 30, 45 seconden met je merk actief bezig is. Ja, dat is gewoon enorm waardevol. Mensen kiezen er bewust voor om gewoon met dat merk iets te doen. En met die ervaring. En het hoeft helemaal niet per se dat merk super centraal te staan. Dat kan gewoon branded zijn door dat merk, maar gewoon een toffe experience zijn. Ja. Maar ze zijn toch onbewust wel met je merk bezig. Ja. Dus ja, dat wordt zeker gedaan. En je hebt daar wel, ja, je moet het ook wel natuurlijk ook aanjagen. Net zoals bij normale campagnes. Ook deze van de Universiteit van Antwerpen heeft gewoon een bannering gehad. En advertenties en influencers hebben het gedaan in België. En die hebben natuurlijk weer gigantisch bereik onder potentiële eerstejaars. En zo verspreidt het zich wel, ja. Ja, dat klinkt ook wel logisch. Zijn er dan ook wel goede insights achteraf bij dit soort campagnes te meten? Dus hoe vaak het wordt gebruikt bijvoorbeeld? Ja, hoe lang ook? Moet ik dan aan denken? De duur, het ligt een beetje aan. Bij social AR kan de duur zit ongeveer tussen de 15 en 45 seconden. Een gemiddeld tv-commercial is 30 seconden en die wordt misschien maar half bekeken. Dus dat is wel echt flink. En onze ervaring met web AR, we hebben het hier natuurlijk over social AR, maar bij web AR, dat zijn ook vaak wat grotere ervaringen. En dan kunnen mensen gewoon tot 3 tot 4 minuten met het merk bezig zijn. Ja, dat krijg je met filmpjes niet heel snel. Nee, precies. Fantastisch. Nou, we hebben nu eigenlijk de voorbeelden die we ook hebben gezien, dat zijn allemaal dingen die nu al kunnen. Ja. Er gaan straks nog meer dingen kunnen. En volgens mij, als we het daarover gaan hebben, moeten ook heel even de metaverse, ik weet niet hoe ik het goed uitspreek, moeten we even belichten. Maar Jan, kan jij in een paar zinnen, nou het hoeft niet in een paar zinnen, maar in ieder geval op een makkelijke manier uitleggen wat dat nou eigenlijk is? Want volgens mij is het nu nog een hypewoord, maar als het zo doorgaat een jeukwoord straks. Ja, het is een behoorlijk hype wordt. Ik weet ook heel eerlijk gezegd niet zo heel erg goed waarom dat nu in één keer overal tevoorschijn komt. De metaverse is eigenlijk niks meer dan alle AR en VR applicaties met elkaar combineren. Een beetje zoals het internet alle websites heeft, heeft de metaverse alle AR en VR applicaties. En op die manier ben je dus niet meer afhankelijk van QR-codes of hoef je niet meer specifiek te weten waar je een bepaalde ervaring kunt zien of ervaren. Maar bij wijze van spreken loop je erheen en op het moment dat jij aanspraak wil maken op zo'n ervaring, dan is die er, als het ware. En
als je dus de mogelijkheid krijgt om al die ervaringen te bundelen, ja, dan ga je een digitale wereld krijgen die helemaal geblend is in de fysieke wereld. En dan ga je voordelen creëren die nu ondenkbaar zijn. Ja. Je maakt zelf gewoon een heel mooi haakje naar het voorbeeld wat je daarvan hebt meegenomen. Ik denk ook als we daar even naar kijken dat heel goed tot de verbeelding spreekt. Enter VR mode. Find me resale in Vancouver, a one bedroom that's available right now. There are 543 listings available in this area. Let's check out this one. What should I wear? Here are a few options. That looks good. Ik vind het fantastisch, het ziet er allemaal super gelikt uit. Maar gaan we straks nou echt onze kleren uitzoeken in die metaverse? Of ja, snap ik dan niet waar we hier naar gekeken hebben? Nou, ik denk van wel, ja. Ja, want kijk, het uitproberen van kleding is niks meer dan het uitproberen van kleding. En als jij een betere, slimmere manier weet om heel veel kleding ergens op iemand te kunnen uitproberen, dan gaan mensen dat gebruiken. Ja. En ik snap dit. Dit lijkt helemaal op een futuristische wereld. En dat is het natuurlijk ook. Maar in principe, alle afzonderlijke features van die je in deze video hebt gezien, die zijn er al. Die zijn er al. Zijn er al. Ik herkende het laatste wel, hè? Dat fietspad. Volgens mij Google Maps, maar nog Google meer platformen Maps, die dat doen. Ja. Ja. Maar wat is er nog meer wat er nu al is? Eigenlijk alles wat je hier in die video ziet, is er al. Alleen, de complexiteit zit hem dus in het toevoegen van al die features in een gezamenlijke omgeving. Net zoals dat Bas veel werkt met social AR, is social media voor mij en mijn bedrijf maar één van de kanalen om een bepaalde ervaring op weg te kunnen zetten. En zo zie je, zijn er nog veel meer. Ja. Wat denk jij? Hoe lang gaat het duren voordat we dit soort dingen echt gaan gebruiken? Want volgens mij vraagt het ook, en daar gaan we het zo over hebben, dat je ook nog iets op je hoofd zet in ieder geval. Ja, ja, zeker. Of ze moeten AR-lenzen gaan uitvinden, maar dat is misschien iets langer in de toekomst. Daar zijn ze ook al mee bezig, maar dat zal wel iets langer gaan duren. Ja. Ja, hoe lang het gaat duren vind ik heel moeilijk in te schatten. Ik denk zeker nog wel 10 jaar, denk ik. Maar ja, wat Jan zegt, voor mij is het vooral dat het gewoon locatiegebonden is en dat het verschillende plekken zijn die met elkaar verbonden zijn. Voor mij is dat een beetje de toekomst. Nu zijn het allemaal stand-alone dingen die niet gekoppeld zijn aan een plek, die je ook niet kan achterlaten op een plek. Dus als ik iets in AR beleef, weet ik veel, bijvoorbeeld dat billboard, en ik kan daar iets mee doen, dan ziet de volgende ziet dat niet, weet je wel. Het is niet persistent, zoals het heet. En het is voor jou alleen op jouw mobiel, terwijl straks in de toekomst, als we allemaal glass hebben, dan ziet iedereen alles van elkaar. En natuurlijk kan je dat aan of uitzetten, kan ik me zo voorstellen. Mm. Voor mij, je had het begin ook bij je intro over Pokémon. Die oprichter die van Niantic, John Henk, volgens mij in mijn hoofd. Die zei ook van ja, straks zijn er gewoon reality channels. En dan kan je gewoon zeggen, oké, ik wil nu, ik loop door de stad. Ik wil de Tour of the Future channel. En dan zie ik dat, weet je wel. Ik bedoel, je wordt natuurlijk helemaal gek als alles overal knippert. Dus je moet gewoon dingen aan en uit kunnen zetten. Ja. Maar ja, dat is... Ja, het moet een beetje intuïtief zijn, lijkt me, toch? Ja, ook dat. Ja. Is dat niet ook met Pokémon Go? Volgens mij bestond AR al best wel langer. Maar hebben zij het zo goed weten toe te passen dat mensen dachten, oké, maar nu wil ik er ook echt wat mee. Klopt dat? Ja, daardoor is het heel snel gegaan. Nog steeds denk ik dat de game ook tof werkt voor mij zonder AR. Voor mij is daar wel een beetje aangeplakt, denk ik, of zo. Het is niet echt, maar het, ja, het werkt gewoon heel goed en mensen vinden het daardoor wel heel tof. Daardoor is het wel in ieder geval heel bekend geworden. Ja, helder. Ik heb nog één voorbeeldje om even die metaverse een beetje duidelijk te maken. Misschien ook met... Ja, ik had eigenlijk op mijn blaadje staan met dingen die nu wel al mogelijk zijn. Maar jij zegt net, dit is allemaal al mogelijk. Maar goed, in ieder geval nog een voorbeeld waar we naar gaan kijken. Kun je trouwens vertellen wat we hier zien? Ja, dit is een hub eigenlijk, waar allemaal ethernetkabels in vastgemaakt zijn. En voor developers of voor serverbeheerders is het altijd een gigantische hoofdpijn om dan erachter te komen welk kabeltje exact waarheen gaat. Nou, en wat hebben ze hier gedaan? Ze hebben een QR-code op dat apparaat geplakt. En die communiceert eigenlijk met een server, waarbij je dus kunt zien waar die kabel exact heen gaat. Nou ja, en dat is een gigantische timesaver.
Ja, ik hoorde hierachter toen ik het filmpje bij regie liet zien. Zei ze al, dit moeten we hebben. Moeten ze met jou praten als ze dat willen fixen? Nee, ze moeten niet met mij praten. Dit is gewoon standaard. Dit is standaard? Ja. Dus wat moet je doen om dit te gaan gebruiken? Ja, volgens mij heet het Yubi, dat bedrijf die dat doet. Ik weet het niet 100% zeker meer. Maar die hebben dit gewoon gestandaardiseerd in al hun producten. Ja. Ja, je kunt je voorstellen hoeveel service telefoontjes dat scheelt. Ja, dat scheelt een heleboel telefoontjes. Ja. Hey, het komt precies al op het scherm. Volgens mij is dit wel een van de drempels om echt met AR aan de slag te gaan. Dat zijn die wearables. En we hebben zelf, na veel moeite kregen we het vorig jaar voor elkaar om die Spectacles, of die Spectacles 3 op kantoor te krijgen. Ja. We hebben hem eigenlijk alleen op een uit de hand gelopen kerstfeestje gebruikt, waar ik vooral heel veel schaamtelijk materiaal van mezelf die heb gestoten. Die filmpjes gaan we nu zien, toch? Ik hoor net dat ze het niet doen, helaas. Maar het probleem daarmee was, toen ik die bril ook liet zien aan anderen, dat ze zeiden van ja, leuk, maar waar zijn de AR-dingen en zo? Gaat dat ook een beetje verbeteren? En trouwens, even om uit te leggen, links zien we de Spectacles 4, de bril van Snapchat die wel AR, als het goed is, weergeeft. Ja, ja. En daarnaast zien we, en dat vind ik bijna een stap terug in de tijd, Ray-Ban en Facebook die een bril maken. Maar misschien kunnen jullie me vertellen wat het nou eigenlijk echt inhoudt. Ja, dus inderdaad, die linker is inderdaad de Snapchat Spectacles. En dat is gewoon na het echt AR-glasses. En ook daar, ja, ook dat is nog op dit moment, die hebben al gewoon een bepaald soort tracking. Dus die kunnen planes tracken en dat soort dingen daar AR op doen. Maar de field of view, dus hetgene wat zeg maar augment wordt, is relatief klein nog. En dat gaat natuurlijk allemaal verbeterd worden. Dit is ook vooral om het gewoon aan creators te geven, zodat er toffe dingen gemaakt worden. En zodat ze kunnen zien, oké, wat zijn nou relevante toepassingen en hoe kunnen we die technologie doorontwikkelen. En die andere, die Facebook Stories heet die volgens mij. Ja, het is wel een hele stylische bril. Maar ja, het is alleen... Is daar alles mee gezegd? Ja, het is gewoon filmpjes maken. En ik denk, als je veel deelt op social, veel video, dan is het voor mij super waardevol dat je dat niet meer elke keer hoeft te recorden, maar gewoon dit kan doen en gewoon een filmpje kan maken terwijl je iets aan het doen bent zonder dat je telefoon hoeft te trekken. Dus op zich, ja, dat is relevant. Ik denk alleen dat het een opstap is naar AR. Ja. En ik weet niet hoe ver ze daar al in zijn, maar ik had al wel meer verwacht. Ja, precies. Jan, hoe zit het met jou? Had jij ook al meer verwacht? Of is dit inderdaad een aanloop van Facebook naar nog veel meer? Heel eerlijk had ik niet direct meer verwacht. Vooral omdat ik redelijk op de hoogte ben van wat voor tech er aanwezig is, of op dit moment beschikbaar is om die dingen mee te maken. En Facebook is daar belangen na niet het verst in. Nee. Dan zie ik eerder Snap, die daar een mooie rol in gaat spelen. Ik denk eerlijk gezegd dat vooral die bril van Facebook, die is ontwikkeld om zoveel mogelijk gegevensdata, dus omgevingsdata, te verzamelen. Om maar algoritmes te kunnen ontwikkelen, om de vloer te tracken en objecten te tracken. En dus het is vooral een apparaat om influencers heel veel data te laten verzamelen. Dus het is eigenlijk alleen goed voor Facebook, begrijp ik? Dat denk ik. Ik persoonlijk denk slecht van wel. Gezegd, ja. Ja. Maar jij zegt wel, ja, het is ook fijn als je veel foto's, video's maakt. Denk je dat het een probleem gaat worden? Ik weet, deze discussie was er ook al met de eerste Spectacles, dus we gaan er niet te lang op Google, in. Gaan mensen hier een probleem mee hebben? Ja, voor mij zijn er heel veel mensen die nu al een probleem ermee hebben. Er zijn heel veel mensen al die zeggen, ja, dit kan niet. En wat is Facebook aan het verzamelen en wat niet? En is het lampje wel groot genoeg dat mensen kunnen zien dat hij aan het recorden is? Daar is al heel veel discussie over. Waarom zetten ze het toch door dan, denk je? Nou ja, ik denk, ik weet het niet zo goed. Ja, sowieso kan Facebook niks anders dan deze kant op. Want ik bedoel, social verschuift uiteindelijk gewoon naar, of het nou de metaverse heet of whatever. Maar dat het virtueel gaat worden, VR, AR, dat staat buiten kijf. Dus ze moeten wel deze kant op. En ik denk dat ze het gewoon in stapjes willen releasen. Ja. Om gewoon te kijken, wat doet het? En ook wat Jan al zei, om die data te verzamelen. En eigenlijk is het, dat vind ik zelf ook helemaal niet zo heel erg. Ja, ze moeten, bij Facebook weet je natuurlijk helemaal nooit zeker wat ze ermee doen. Of in ieder geval, daar is nu even een hoop gedoe over. Ja. Maar ik denk dat het verzamelen van omgevingen en het scannen van omgevingen, want dat doet de Pokémon Go app doet het eigenlijk ook. En dat wordt ook allemaal verzameld. Want ik denk, als we die kopie hebben van de wereld, zeg maar, die 3D-kopie van de wereld, dan kan AR, ik bedoel, als AR weet, hier is een tafel, daar is de vloer en daar zit ook nog een scherm, dan kan AR nog beter nestelen in die wereld. Ja. Dus voor mij hebben we dat nodig voor die volgende stap, om die wereld in te scannen, de data. En dan hebben we het over het inscannen. Volgens mij is Facebook nog met wel meer stappen bezig. Ik zag iets voorbij komen waar ze een soort van wearable hebben, waar dus je hersenactiviteit in je spieren wordt opgenomen of afgelezen. En dat je dan inderdaad via zo'n bril iets in AR ziet. En je hoeft maar te denken aan dat je een knopje indrukt en je drukt hem in. Hebben we dat soort hardware nodig om het uiteindelijk echt een toffe, intuïtieve tool te maken, AR? Of hoeft het niet zo ver te gaan? Ik denk dat het nu al een toffe, intuïtieve en bruikbare
technologie is. Dat zien we aan de data vanuit onze klanten eigenlijk. Iedereen die het inzet heeft daar de positieve dingen wel uitgehaald. Maar het is op dit moment nog vooral testen. Ja, overal. Ja. En is het dan ook vooral nu, of is dat eigenlijk al voorbij? Is het nu vooral nog leuk voor alle mensen die het gebruiken? Of is het echt waardevol? Nou ja, kijk, als jij een e-commerce bedrijf hebt en je krijgt een hele hoop retouren. En je kunt op deze manier consumenten of jouw klanten eerst laten proberen om te kijken of het wel staat. Dan heeft dat niet alleen maar effect op je marge. Maar het heeft ook effect op het klimaat. Je hoeft het niet er naartoe te brengen en weer terug te halen. En zo zijn er met het projecteren van fashion gigantische winsten te behalen op ontzettend veel vlakken. Ja. Ik denk dat we echt misschien het topje nog maar zien van de bruikbaarheid. En het is nu al tof om te doen, ja. Vind ik. Ja, het zou bij mij thuis heel erg schelen, want we bestellen altijd heel veel kleding, zeg maar. En dan gaat ook de helft weer terug, maar dit zou dat dan wel kunnen voorkomen. Ja, exact. Dat is één voorbeeld ervan. Ja. Ja. Ja, even een stapje terug weer naar social, maar dan wel weer een stapje verder dan facefilters. Jij hebt nog een voorbeeld meegenomen, of jij, ik weet niet eens meer wie het voorbeeld heeft gestuurd. Maar we gaan in ieder geval naar een tof voorbeeld kijken, vind ik, van hoe de omgeving bijvoorbeeld gescand wordt. Last year, we introduced landmarkers, which enabled the Snapchat camera to understand individual buildings and allowed lenses to interact with some of the world's greatest landmarks. Now, we've continued to evolve the technology to understand and augment larger areas, unlocking exciting new capabilities. Using various sources of data, 360-degree images, and community snaps, we're able to build up a digital representation of the physical world. A point cloud representing the geometry of the surfaces around us. Combining this with 3D reconstruction, machine learning, and distributed cloud compute, we're able to map whole city blocks. Meet local lenses. Now, Snapchatters can join a persistent shared AR world built right on top of the physical one. You and your friends can step into these worlds together, collaborating creatively and experiencing a whole new dimension of AR. As our team continues to build these new worlds, we hope you enjoy experiencing the power of them. Je zei net al, kijk, dit is Snapchat, maar je zei het al dat Facebook natuurlijk wil dat mensen zoveel mogelijk foto's gaan maken en op die manier data verzamelen. Is dat eigenlijk wat we hier zien of niet? Ja, daar zijn die gebouwen, in het geval van het laatste voorbeeld op Carnaby Street in Londen volgens mij, daar zijn wel die gebouwen gescand. Ik weet niet precies, dat weet jij denk beter, welke apparaat ze daarvoor gebruiken. Het is een combinatie tussen laserscannen en fotografie. Ja. Dat is eigenlijk exact wat wij doen. Wij combineren verschillende datasets. Dus een laserscanner die maakt allemaal meetpunten. Daar ontstaat een puntenwolk uit. En vervolgens maken ze van die puntenwolk maken ze mesh, dus dat wordt massa. En daarna gebruiken we foto's om daar overheen te leggen, zodat je dus echt een digital twin krijgt, zoals ze dat noemen. En vervolgens brengt een Snapchat die digital twin dus in hun systeem. Ja, en dan, ja, dit tikt echt alle boxen voor mij. omdat dan krijg je dus en de 3D-artiest en de scanner en je web-AR, of in dit geval Snapchat. Alles komt bij elkaar in een multi-user experience waar je met z'n allen iets kunt doen. Ja, dat is gewoon super vet. Ja, dit is toch iets wat in de toekomst gewoon met telefoons. Ik bedoel, telefoons tegenwoordig, die nieuwste iPhones kunnen al heel veel scannen. Ja, zeker, zeker. Wij werken ontzettend hard om onszelf overbodig te maken. En dat is ook iets wat zeker gaat gebeuren. Ja. Kan mij niet snel genoeg gebeuren, eerlijk gezegd. Omdat het creëren van die 3D-objecten, dat is vaak de bottleneck voor een hele hoop bedrijven om vol in te zetten op AR. En dat is kostbaar. Wij spenderen nu de laatste 3 jaar om dat goed schaalbaar te krijgen. Nou, dat is gelukt. Alleen, dat is wel gelukt voor een MKB plus bedrijf. Juist. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En om echt die hele massa erin te krijgen, hebben we ontwikkelingen nodig waarbij mensen gewoon met een telefoontje rondom een object lopen en je krijgt een fotorealistische kopie daarvan. En dat is onlangs gebeurd. Apple heeft Object Capture API gelanceerd. Wat eigenlijk onze hele workflow in één simpel knopje heeft Maar jij kan het ook echt al op professioneel niveau gebruiken, of niet? Ja.
Ja, zeker. Voor mij, maar misschien had ik de verkeerde app. Ja, maar zeker. Toen ik die nieuwste, of nou, de iPhone 12 Pro was het toen, ja. Toen ik die kreeg. Ja. Ja, daar had je ook van die apps dat je inderdaad rondom je stoel kon lopen of je woonkamer. En dat het dan een 3D-mesh ging worden. Nou, het was een mes, dat kan ik je wel vertellen. Maar nu ik dit allemaal hoor, denk ik van oké, is dat ook Apple die dan weer door dit soort dingen uit te pushen zorgt dat ze goede data krijgen? Nee, ja, oké. Je hebt verschillende toepassingen van zo'n digital twin, right? Als jij even snel iets wil scannen om een indruk te geven aan iemand anders aan de andere kant van de wereld hoe dat object eruit ziet, dan is dat van Apple is prima te doen. Wij doen ook veel virtual production. En wat we dan doen is, we scannen een object, laten we zeggen een stoel. En dan heb je geen fotoshoot meer nodig. Want die hele fotoshoot die gebeurt digitaal. En dat zie je eigenlijk niet meer. Je zult versteld staan van hoeveel renders je op dit moment bekijkt, waar je niet door hebt dat het gewoon geen echte foto is. Okay. En dat is super belangrijk. Alleen, wil jij dat doen met je 3D-model, ja, dan heb je een allerhoogste kwaliteit 3D-model nodig met de juiste textures en de maps en alles erop en eraan. Dat gaat voorlopig niet gebeuren met je telefoon. Nee. Maar dit soort toepassingen, dus een stuk straat scannen en dat in Lens Studio zetten om dus een tracking-algoritme aan de gang te krijgen, dat kan bijna iedere telefoon. In ieder geval, alles met een camera zou dat kunnen maken. Ja. Volgens mij, want het Rijksmuseum heeft volgens mij ook, het voorbeeld wat we net zagen, heeft het Rijksmuseum volgens mij ook. En een hele leuke toepassing. En ik kan me dan ook voorstellen, nou, als je het aan kunst koppelt, heel erg tof, waardevol voor het Rijksmuseum of voor Amsterdam of voor wie dan ook. Maar hoe kan dat nou ook, want volgens mij kost het ook best wel wat om zoiets te maken, lijkt mij, maar verbeter me vooral als ik het mis heb. Maar hoe betaalt zich dat terug voor een bedrijf die daarin zou willen investeren? Nou ja, het is ook een stukje branding gewoon. Dus ik denk, het hoeft niet altijd per se een product natuurlijk te verkopen. Heel veel commercials zetten gewoon eerder een merk neer. Dat is dit denk ik ook gewoon. Dus het is gewoon een experience waarbij je gewoon een tof ervaring hebt. En waar het merk gewoon ondersteunend is. Ja. Of het past gewoon bij de propositie van het merk. Of het doet iets met het product wat je levert. Dus voor mij is dat de toegevoegde waarde denk ik. Wordt er dan nu ook nog te weinig gebruik van gemaakt door bedrijven denk je? Ja, dat vind ik sowieso. Sowieso vind ik dat er veel meer... Wat moet er gebeuren om ze te laten ontdekken hoe tof het is? Behalve dat ze deze aflevering moeten terugkijken. Ze moeten beginnen. Ja, dat, voor mij is dat het. En ik denk wat jij ook zei, dat mensen denken altijd dingen 3D maken, dat is allemaal complex. En daar gaan we niet aan beginnen. Maar de mogelijkheden zijn tegenwoordig, die liggen voor het oprapen om dat te doen. Daarnaast denk ik dat je ook heel veel AR kan doen, ook met 2D-content. Dat doen we ook vaak genoeg. En mensen moeten gewoon het gewoon gaan proberen. En ik denk dat mensen hebben gewoon voordelen over. Er zijn heel veel doelgroepen die misschien niet gebruiken. Maar ik denk, het is gewoon, net als heel veel campagnes van merken, als je dingen promoot, dan bereikt het de doelgroep wel. En dan gaan mensen wel mee aan de slag. En dat is met dit hetzelfde. Ja. En op een gegeven moment wordt het gewoon... Kijk, het is sowieso bij heel veel mensen, bijvoorbeeld op Snapchat is 80% van de doelgroep elke dag bezig met AR. En dat is, natuurlijk is dat in een relatief jongere doelgroep. Er zitten ook echt wel 30, 40 plus. Zitten ook echt wel. Maar het zit gewoon vervlocht in het gedrag van die mensen op het platform. En dat is, dat kan met dit soort dingen ook gewoon makkelijk dat worden. Ja. Maar het is ook een misvatting dat het kostbaar is. Ik denk van, bijvoorbeeld zo'n landmarker. Heb ik het wel over een paar jaar terug. Ik zei, we hadden contact met Snapchat. En zeiden, dat willen we eigenlijk voor Rotterdam. Daar willen we ook wel iets doen. Ja. Misschien hebben ze het gewoon niet op Rotterdam. Maar daar kwam een aardig prijskaartje aan te hangen voordat we gingen praten. Ja, maar dan heb je het ook wel over echt een high-end toepassing. Ja. Je moet iets scannen. Je moet het algoritme trainen. Ja, oké, daar gaat echt een hoop expertise in. Er komt er veel bij kijken eigenlijk. Zeker, ja. Maar als je het bijvoorbeeld hebt over een object in je omgeving plaatsen. Dat heel eerlijk, als jij een paar uur besteedt aan goede YouTube-tutorials, dan heb je dat voor elkaar. Ja. En daar heb je echt geen hele complexe technische achtergrond voor nodig. Kijk, ga je echt dingen zoals Bas met Player Studio doen, dan heb je een team nodig die supergoed op elkaar is afgestemd. En dat is ook de uitdaging nu. Omdat je hebt eigenlijk een programmeur nodig die tegelijkertijd een designer is en een 3D-artiest en ook nog eens gevoel heeft voor bijvoorbeeld animaties. Eigenlijk zijn dat 5 mensen. Snap je wat ik bedoel? Maar als jij een creatieve student bent en je hebt affiniteit met Adobe-pakketten of software, of je vindt het gewoon leuk om daarmee bezig te zijn, je kan het gratis downloaden en in een paar uur heeft hij echt wel iets gemaakt, hoor. Ja. En ik zeg niet dat dat soort jongens en meisjes echt bedrijven op gang kunnen helpen, maar als jij iemand aantrekt die een klein beetje de scène weet of de scene in zijn hoofd heeft zitten, dan heb je in een paar dagen iets moois gemaakt. Ja.
Ja, en er is denk ik gewoon heel veel software al beschikbaar. Dus, ja. Dus alle platformen die we al eerder genoemd hebben, van Spark AR tot Snapchat tot Web AR, daar zit al zoveel in wat je helemaal niet meer hoeft te programmeren. Maar zijn er dan te veel platformen of niet? Want ik hoor net best al wel wat namen. Nou, ik ken mijn social kanalen, maar daar komen er weer wat bij. Misschien hoef ik het ook niet allemaal te weten. Nee, dat is jullie werk, maar zijn het er te veel? Nee, maar ik denk het niet. Want ik denk dat alle social platformen op zichzelf kunnen ook gewoon naast elkaar bestaan, omdat ze gewoon allemaal een andere functie hebben, denk ik. Ja, precies. Mensen gedragen zich net anders op, doen andere dingen op Instagram dan op Snapchat en dan weer op TikTok. En dus zal AR daar ook een andere rol gaan krijgen. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan. Web AR hebben we ook genoemd. Dat is ook gewoon. Natuurlijk heb je daar wel veel platformen die dat ook kunnen. Maar iedereen heeft weer net andere features. Dus het ligt gewoon volledig aan het vraagstuk waarvoor je het wil gebruiken. Wat het beste werkt. Nee, ik denk dat er zeker niet te veel zijn. Ik denk dat er nog veel meer bij moeten komen. Oké, nou dat is een helder statement. Volgens mij zijn jullie het daar ook over eens. Ik wil nog naar één voorbeeld gaan over hoe de techniek best wel bizar is. En laten we er eerst gewoon even naar gaan kijken. Het is mijn schuld. Maar Jan, jij hebt een video ingestuurd over Facebook die met een headset bezig is, die je gezicht ook scant. Lijkt mij best wel een heftige technologie die ze nu aan het ontwikkelen zijn. Ik denk dat het zo ook wel ingeladen gaat worden op het scherm. Maar hoe gaan we dat gebruiken? Nou, kijk, Facebook is denk ik al niet de grootste initiator van virtual reality op dit moment. Ze hebben een paar jaar geleden Oculus gekocht. Omdat ze er echt vol op in willen zetten en dat doen ze ook. Okay, en je ziet het filmpje nu achter ons. Wat je hier eigenlijk ziet is een Oculus headset. Dus een normale virtual reality bril. Daar hebben ze een paar cameraatjes ingezet. Zijn gezicht hebben ze gedigitaliseerd. En eigenlijk met die cameraatjes kunnen ze precies de tracking van zo'n gezicht meten. Ja, en dan krijg je dus niet meer de simpele 3D-avatars. Waar iedereen het altijd over heeft. Maar dan krijg je dus echt lifelike kopieën van jezelf in een digitale omgeving. Ja, dus dit kan bijvoorbeeld voor virtueel meeten met elkaar, kan dit best wel waardevol zijn. Ja, en ze doen het met hele lichamen ook, hè? Oké. Ja, dus dan zij zijn heel erg bezig met CNN, de Convolutional Neural Networks. En wat het eigenlijk inhoudt is dat, dat ze met op basis van één RGB-input, dus gewoon een video als het ware, reconstrueren ze een heel lichaam, inclusief de kleding die je aan hebt. En in combinatie met dit heb je dus en je lichaam die één op één klopt. En je gezicht die één op één klopt. En ze ontwikkelen nu Horizon. Dat is een soort van digitale virtual reality omgeving. Een beetje zoals Second Life, maar zit je er zelf in. Ja, en dat combineren ze dadelijk allemaal in één systeem. Ja. Ja, en dan gaan we met z'n allen digitaal leven. Ja, verwacht je dat we dan ook, zoals je dit letterlijk jezelf ziet, hè? Ik bedoel, het leuke van digitaal is dat je een avatar kan maken. Gaan we er echt op deze manier, denk je, gebruik van maken? Of is dan gewoon de simpele Zoom-meeting ook al genoeg? Nou ja, ik krijg dus heel vaak, wij doen soms ook het bouwen van virtual collaboration platforms. Waarbij je dus als avatar kunt meeten, als een leuke gimmick of als een alternatief voor Zoom. Maar het tegengeluid wat wij vaak horen vanuit bedrijven is, ja, dan zit je tegen een stomme avatar aan te kijken. Nou ja, there's your solution. Ja, precies. We hadden het er voor de uitzending heel even over. Je zei ook van, ja, ik snap niet dat we dan, wat je ziet bijvoorbeeld ook, volgens mij is het Facebook, daar kan je een heel bureau inscannen en dan je hele werkplek soort van. Ja, maar dan gaan we dus een werkplek die we in het echt hebben, gaan we ook digitaal doen. Maar dat kan ook anders, toch? Nou ja, precies. Ik zou denken, laten we gewoon lekker op een berg gaan zitten of in de jungle of onder de bodem van de oceaan. I don't know, maar in ieder geval niet in de saaie vergaderruimte. Als we dan, ik bedoel, dat is natuurlijk het voordeel van vroeger, als je een avatar moest nemen, ja, dan nam je gewoon niet jezelf natuurlijk, want je hebt juist, je kon alles zijn op internet. Waarom ga je dan voor jezelf zijn? Ja. En ook met collega's in een meeting. Natuurlijk, ik snap wel serieuze meetings. Als je als een giraf tegenover iemand zit, dan mensen dan denken, misschien kan ik hem niet zo serieus nemen. Maar voor mij kan het wel wat leuker allemaal. Ja, zou mij helpen om sommige collega's juist iets serieus te nemen. Maar goed. Maar daar hebben we denk ik gewoon gasten als jullie voor nodig die snappen hoe die techniek werkt, ook dat creatieve kunnen vertalen, zodat het ook echt, misschien geen giraf, maar iets anders wordt wat heel leuk is, dat we op een planeet ergens zitten te mieten. Lijkt mij in ieder geval leuk. We moeten afsluiten vanwege de tijd. Ik zou nog best wel veel dingen willen bespreken, maar ik denk dat het al slim is dat mensen jullie gewoon gaan volgen. Jan, waar kunnen ze jou volgen? Vooral op LinkedIn. Gewoon Jan Verwoerd. Jan Verwoerd van 360 voor ik. Yep.
En voor jou, Bas? Ja, sowieso ook LinkedIn, Bas Gezelle. Twitter, @bgezelle. En Player kan je uiteraard overal ook volgen. Ja, top. Vergeet Alles Augmented niet. Ah ja, mijn nieuwsbrief, Alles Augmented, op Revue. Maar dat is een beetje een ingewikkelde URL, dus die ga ik niet helemaal opzeggen. Nee, oké, okay, dat zetten we dan wel onder de video. In de show notes, ja. Ja, ik denk dat het heel slim is om Bas en Jan te gaan volgen in ieder geval. Want ik weet, ik volg ze ook al. En dat ze echt inspirerende, toffe, nieuwe dingen delen elke keer. Ja, heren, bedankt voor jullie onwijs toffe bijdrage. Ik hoop dat de mensen er wat aan gehad hebben. Ik denk het wel. Kunnen we het nog in een woord samenvatten? In een zin, wat is de waarde nou voor bedrijven? Dat is echt een rotvraag op het einde, ik weet het. Ja, ik hou van het woord awesomeness. AR is gewoon awesomeness voor alles. Helder, ja. Houden we het daarop voor jou? Sluit ik me gewoon bij aan. Awesomeness, dat is het. Nou, top. Dit was het Social Hour powered by Rouw CC. In ieder geval voor dit jaar. Ik ga er gewoon even van uit dat we elkaar volgend jaar weer zien. En ik wil juist ook dit moment even pakken om de mensen achter de schermen te bedanken. Want echt, het is een fantastische productie. Wat niet alleen in deze studio, maar overal tijdens Dutch Media Week gebeurt. Dus er zitten ondertussen mensen in de zaal. Die kunnen misschien alvast even een applausje voor de regie geven. Deze aflevering en ook de andere afleveringen kun je in ieder geval vanaf morgen terugkijken op het YouTube-kanaal van Dutch Media Week. Maar ook vanuit Rouw CC zullen we wel even doorverwijzen. En ik zeg tot volgend jaar bij het Social Hour powered by Rouw CC. Awesome. Ja, thanks man.